Dat zwarte vlekje, dat is Devin. En dat witte vlekje eronder, dat is Tim. Yo, ik ben Devin. En ik ben Tim Tigran. We zijn met Govert op het topje van de Belgische Ardennen. Maar het kan natuurlijk nog hoger. Hier achter ons is een gigantische toren. En die gaan we proberen te beklimmen. Je kijkt naar Seekers. This is make-believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Are you listening? Damn. Oké, voordat wij gaan klimmen willen we heel even wat zeggen. Als je denkt aan klimmen, dan denk je natuurlijk aan Spider-Man. Ja, en vanaf 5 juli is de nieuwste film Spider-Man Homecoming te zien in 3D en IMAX 3D. Jullie zien hier even een trailer en dan gaan wij even wat uitleggen over de film. Na zijn ontmoeting met de Avengers in Captain America Civil War keert Peter Parker, geacteerd door Tom Holland, samen met Tony Stark, geacteerd door Robert Downey Jr., terug naar huis, waar hij woont met zijn tante May. Peter die probeert zijn leven weer op te pakken en die droomt ervan om samen met de Avengers de wereld te redden. Maar als de schurk, de Vulture, in zijn leven komt, zijn ineens zijn vrienden en familie in levensgevaar. En hoe dat allemaal afloopt, moet je maar gaan kijken in de bioscoop, precies. Nu gaan we zelf lekker de Spider-Man uithangen. We gaan een torentje inklimmen en we gaan verder met de video. Ja. Nou jongens, GoPro's hebben. Ik zeg laten we gaan. Ja. Kijken of we aan het begin het trapje op kunnen komen. En dan zo hoog mogelijk zien te komen. En precies. Dat is hopelijk de top. Ja, ik hoop het wel. Weet je, ik vind dat soort dingen altijd wel spannend. En ik heb zoiets van, ja, ik zie wel hoe hoog ik kom. Ja, ik denk ook dat we het onderschatten. Omdat deze berg al zo bizar hoog is. We zijn al op het puntje van de Ardennen. En dan deze toren, die steekt daar nog verder bovenuit. Dus het lijkt veel hoger dan dat die toren eigenlijk al is. Wow. Yo, we gaan. Yeah. Wat eigenlijk het doel was... We waren eigenlijk op zoek naar bunkers hier. Als je dat allemaal, heel dat avontuur wil zien, check even op het kanaal van Govert. Vuildak. Ik ga denk ik voor, want ik denk dat ik hem wel helemaal ga doen. Weet ik natuurlijk niet zeker. Je had iets meer twijfels denk ik. Ja, weet je, ik voel me ook niet 100% fit. We hebben net echt een gigantische berg beklommen, dus ik ga even kijken. Ik wil sowieso boven die boomgrens, even een mooi uitzichtje. Ja, dat komt even kijken hoe ver we komen, komt goed. En ik hoop dat ik echt die top kan halen, maar ik weet ook ze echt zeker niet hoor. Ik kan zomaar ineens helemaal omslaan. We gaan gewoon kijken, kom. Zo erg in je hoofd jongens, doe dit absoluut niet na. Gelijk als je erop komt al je kop stoot, dat doet ook niet echt mee. Jeff, ik kom achter jou aan. Ja, kom bro. Gaaf. Ik tril al helemaal. Dit is echt al ziek hoog. Ik zie Govert al beneden staan. Ja, weet je wat het is? Als je eenmaal boven die boomgrens bent, dan wordt het naar, want dan zie je dus alles om je heen. Ik ga nog een klein stukje over, jongens. Het waait er ook enorm hard. Ik denk dat Tim dat wel ook zou voelen. Ja, tuurlijk. Het is wel echt een ziek uitzicht. We gaan verder. Oké, mensen. Daar zo, dat zwarte vlekje, dat is Devin. En dat witte vlekje eronder, dat is Tim. Hey, gaat die, jongens? Maar het is niet heel relaxed. Dat snap ik, ja. Nee, het is totaal niet relaxed. Op dit moment kan ik Govert zien, die is daar beneden aan het filmen. Jullie zien vast nu de shots van hem. Oké, kijkers van Seekers, ik sta hier op dit moment beneden en ik zie Devin al bijna bij het topje staan. Tim is ook al bijna op de helft. En ik sta hier gelukkig veilig met mijn voeten op de grond. En ik hoop dat ze het overleven. Devin is al een heel stuk verder, maar het is niet heel erg chill. Gaat goed? Ja hoor, prima. Devin, gaat ook goed? Oké, ik sta op dit moment hier beneden.
De jongens zijn nog steeds boven en van beneden ziet het er zo ontzettend ziek uit om ze helemaal bij het puntje te zien staan. Als ze naar beneden gaan, ga ik misschien ook nog, maar ze gaan even twijfelen, want het ziet er echt heel gevaarlijk uit. Het is echt super hoog. Zo jongens, weer lekker beneden. Voelt toch even net even wat veilig hier. Ja, snap ik man. Lekker. Uit. Yes. Wow. Wow. Ik ben boven, je hoort hier een enorme echo. En het uitzicht is niet normaal. Maar echt eerlijk, ik stress me wel een beetje. Ik zit hier niet relaxed. Kijk, deze punt. Daar zo drijft ook gewoon door je vogel. Althans, ik hoop dat het een vogel is. Enorme spanning, omdat die wind echt super hard is. Het is fucking hoog. Ik raak al iets meer gewend ook. Maar het voelt zeker niet veilig. Een stukje opgeschoven van de trap. En volgens mij komt Govert er ook aan. Nu even een shot dat Govert naar boven ging. Oké jongens, ik ben het beneden. Govert die dacht, ik wil ook gewoon even naar boven. Kijk, als jullie goed kijken, dan zie je gewoon Devin daar zitten. Daar zijn Devin's voetjes. Ik was net daar ergens, denk ik. En Govert die gaat ervoor. Kijk, het zijn altijd leuke dingen dit. Even tot een stukje klimmen, kijken hoe ver je durft. Maar je hebt toch wel iets in je dat naar die top wil. En hoe langer je dan op zo'n plek blijft en rustig om je heen kijkt, dan wordt het wel chiller. Maar soms dan voel je gewoon ineens die wind en dan is ineens heel dat gevoel is weer weg. Devin die zit nu op het topje waarschijnlijk ook wel relaxed. En dan af en toe komt er een windvlaag en dan ben je ineens weer gestrest. Dus ja, maar ik ben tevreden met hoe hoog ik gekomen ben. Devin is natuurlijk helemaal tot het puntje, dat is nog vetter. En Govert, ja, de Govert is ook een aardig stuk geklommen. Heb je hier boven de bomen kunnen kijken, Govert? Net niet, ja, deels. Net niet. Elke boom is op verschillende hoogte, maar niet die echt hier groot zijn. Nee. Lekker gedaan, Govert. Yes, niet super ver, maar wel even lekker feeling dat ik toch nog iets heb gedaan. Ja, tuurlijk. Ja, je maar kan inderdaad, gewoon... die wind, bij elke trede wordt die wind zwaarder, ja. Weet je wel. Maar het is gewoon even een challenge tegen jezelf. Oké, hoe hoog durf ik? Respect naar jou en respect ook naar Devin. Devin die gaat zo weer naar beneden klimmen, dus ik ga hem even bellen en ik klim hem gewoon even tegemoet. Devin die heb ik nu aan de telefoon. Even vragen hoe het daar is. Hoe is het daar, Dev? Ja, het gaat hier lekker, man. Ik was eerst een beetje aan het stressen. Nu ben ik iets meer op mijn gemak. Maar alsnog is het niet heel erg relaxed natuurlijk. Het wijdt hier super hard. Hey, maar Dev, ik dacht ik klim jou gewoon tegemoet. Klim jij weer naar beneden. Meeten we elkaar in het midden en dan klimmen we samen weer terug. Zullen we dat doen? Ja, dat gaan we zeker doen. Oké, weet je wat grappig is? Ik hoor jou nu tegelijkertijd boven en hier. En hier komt hij iets later aan. Dus dat is wel grappig. Oké, dat was Tim dus. Hij komt mee tegemoet klimmen. Dan klimmen we samen weer, gewoon zoals het hoort, naar beneden. Serieus, te gek. Ik denk dat het tijd is om zo terug te gaan weer naar beneden. Ik ben echt al super lang. Ik heb kunnen genieten van het uitzicht. Nogmaals, doe het niet na. En echt, zeker wel het hoogste puntje van de Ardennen. Woe!
ik ben dus weer even opnieuw omhoog geklommen en ik ben wel bijna bij het puntje. Maar Devin komt nu naar beneden, ik denk klim even tegemoet. Ik moet zo echt even goed wennen, man. Ja, snap ik. Oep. Nou, dit is ook best hoog, jongens. Ik ben ergens op. Beter lopen we verder, man. Ja, toch? Zeker. Ja. Ik ben nu denk ik ook een beetje aan het onderschatten, omdat je nu dan denkt van, hé, dit is een stukje lager. Maar alsnog is het super hoog. Dus het is niet slim eigenlijk zo met één hand te klimmen. Maar het voelt een stuk veiliger, omdat het nu echt nog een stuk lager is. Ja. Hey. Fucking veel high fives, kom op. Ja. Hey, lekker man. We zijn weer beneden. Dit was echt een super vet avontuur. Ja, dat was super ziek man. Echt respect dat je helemaal naar boven geweest bent. Ja, ik kwam tot een punt en toen dacht ik, ja, ik vind het wel mooi geweest, weet je. Ja. Snap ik. En wil je nou meer van het avontuur zien waar we verder gaan beleven? Check dan zeker even het kanaal van Verhaal Talks. Link staat in de beschrijving. Precies. En als je dit nou vet vond, vergeet niet te abonneren. Later. Er komt meer. Check, kijk, dus alleen maar bos, dus hier ergens moeten die bunkers in zitten. Want denk jij, Def, zitten ze daarin of niet? Ja. Zo, wat dat het zou best wel goed kunnen. Alleen je kan het gewoon echt niet zeggen, want het is zo vol gegroeid. Ja, waarom? Was het louder? Ja, ik moest wel echt even goed wennen, man. Ja, snap ik. Ik vond het echt relaxed om weer terug te klimmen.